deze week ben ik samen met ondernemers en overheid, burgemeesters en onderwijsinstellingen naar Brussel geweest. En gekeken van wat zijn ze daar nou van plan de komende tijd. Gesproken met leden van het Europees Parlement, met ambtenaren. En ja, wat je dan ziet is dat ze de aanpak die we in de Achterhoek doen heel erg goed vinden. Tegelijkertijd zorg voor aansluiting met andere regio's. Bijvoorbeeld voor de maakindustrie, kijk naar Twente. Maar bijvoorbeeld ook werd er gesproken over biobased. Zorg dat je je speerpunten kent als regio. En dat zou bijvoorbeeld biobased economy kunnen zijn voor de Achterhoek. Dus alles op het gebied van hoe ga je om met materialen, biomaterialen. Hoe maak je daar weer andere producten van? Aandachtspunt voor ons. Maar goed, dan kom je uit het Brussel. En dan, daarna moesten we een filmpje opnemen. Voor het afscheid van Jan Bart. Samen met Twan, je weet het. Op de Jambastijl. Jan Bart stijl. Gaat het een sloop en ben je moe van al het wachten? Heb je de gestelde resultaten in gedachten? Loop je keer op keer weer tegen ambtelijke molens vast? Stop! Kan anders. Ja, daar gaan we weer. Sla de handen maar in hemel. Ja, daar gaan we weer. Dan beginnen we meteen al. Ja, daar gaan we weer. Toen kwamen we in de studio van bij Dick Kemper van Van den Berg. Wereldhits heeft hij gescoord, maar hij heeft ook een prachtige studio in Doetinchem. En die zei, ja, Martin, je praat je altijd wel over innovatie. En dat klinkt toch wel erg abstract. En ja, het gaat toch om geld verdienen. En toen denk ik, ja, dat is natuurlijk waar. En laat ik daar nog heel even dan aandacht aan besteden. Als het over innovatie gaat, dan gaat het om hoe kun je geld verdienen met iets wat nieuw is voor jou en nieuw voor je bedrijf. En dat kan dus van alles zijn. Dat kan zijn dat innovatie is dus ook een nieuwe machine kopen, waarmee je dingen op een andere manier kunt doen, waardoor je weer bestaande klanten of nieuwe klanten tegen een beter product kan leveren of tegen een lagere prijs. Het kan ook zijn dat je een nieuw product bedenkt of een kleine aanpassing aan het product maakt. Maar het gaat natuurlijk om het realiseren van nieuwe omzet. Innovatie heeft alleen maar betekenis als je er geld mee verdient. Het gaat om geld verdienen met nieuwe dingen. En dat gaat maar in heel weinig gevallen om nieuwe producten die octrooiwaardig zijn. En ja, ik merk wel dat ik misschien daar iets te veel over praat, dus dan corrigeer ik dat maar. Het gaat bij het innovatie om geld verdienen met nieuwe producten. Want één ding weet je zeker, over een jaar of 3, 4, dan is een kwart van je omzet komt van nieuwe producten, nieuwe klanten af. En daarom zul je moeten veranderen. En dat tempo, dat gaat alleen maar steeds harder en sneller. Nou, ik hoop dat Dick hiermee uit de voeten kan met deze uitleg. En ik zal er in het vervolg wat meer op letten dat het gaat uiteindelijk natuurlijk om geld verdienen met innovatie. Wil je er meer over weten? Kijk op mijn webblog www.act-nu.nl. Jammerstijl. Jammerstijl. Jammerstijl.